Richard Remref en Nadja, jullie gaan een cd lanceren vanavond. Klopt. Hoe is dat gekomen? Sommige dingen kun je niet zomaar van tevoren zien, maar dit gebeurde aan het einde van maart tijdens een benefietconcert van de band Ruig, waar ik zelf pianist in ben, dat Nastia via haar, degene die haar opving hier in Nederland, zich meldde van mag ik een liedje komen zingen die avond. En dat is gebeurd. We hebben die avond samen na 3 minuten repeteren, 3 minutes rehearsal, hebben we voor 120 man dat nummer gespeeld. En daarna werden we door de organisatie van de veiling op 5 mei, Veiling voor Oekraïne, waarbij Herman Overweg vanavond onze gastheer is, werden we uitgenodigd om weer te komen spelen. Dat hebben we gedaan. Okay. En tot onze bijzondere verbazing hebben we die avond gezegd van nou, dit gaat zo goed, waarom maken we niet wat studio-opnames? Okay. Het een gezegd, het andere gedaan. Oké. En you were a singer in Ukraine also? A professional singer? Yes. Like yeah? I'm a teacher of singing. Okay. Yes. So it was a good match between the two of you? Of course. Yes. Otherwise we were not standing. Yeah, yeah. It's okay. Really simple. It was simple. How is she playing? Really good. Yeah? I like okay. It really much. Okay. Remember that. Yeah. Did you choose the music itself so he can play it? Because you have some songs, the Ukrainian songs, and the melody is of course also not easy to learn, I think, but he managed it. Yes, yeah. I think. Yeah, I didn't know the music, but you taught me well. You told him, you teach him the music. I cannot say it's like a teaching of music, yeah. But it was like chemistry. Yeah, chemistry. Okay. In the both of us. Okay. So you're singing in Ukraine the language, of course. Yes. But what kind of songs are they? It's a popular Ukrainian music and also well-known Ukrainian songs. Okay. And how long are you from March? You're here in Holland, or how long are you in Holland? Yes, from 8th of March. 8th of March, so you like it here? Yes, I really. Okay. And of course, the music you wait with Richard, naturally. Yes. Yes. Okay. So tonight we're going to hear some songs. Yes. The CD hebben jullie gemaakt. Waar is die te koop? Die is vanavond ook al mee te nemen. Ja. En mensen die mij kennen, die kunnen mij altijd mailen. Maar het is heel simpel als ze even googelen bij de Gasthuiskerk, zorgen ervoor dat daar een adres is. Oké, okay. En wat is de oplage, de eerste oplage? 300. Wat? 300? Ja, en we hebben er al een aantal verkocht. Dus het gaat, we hopen dat het vanavond ook, maar het gaat wel goed. We gaan deze dagen, morgenavond gaan we optreden, zondag gaan we optreden en volgende week zaterdag treden we op. Dus kortom, 4 optredens in een week. You'll be famous in Holland. Yes, I hope. Oh, I hope so. World okay, famous thank in you. Netherlands. Yes. Thank you too. Okay. Jij ook, dankjewel. Субтитры сделал DimaTorzok.